We zijn deze keer niet bij de keukentafel, maar ik ben hier in de behandelkamer van Angelique Wagenaars. En die woont in Lenzeuvel en die heeft daar een praktijk in klassieke acupunctuur. En dat lijkt me wel heel interessant om daar eens iets meer van te horen. Dus bij deze Angelique, gezellig dat we bij jou mogen zijn. En jij hebt hier een praktijk in Lenzeuvel. Heeft die ook een speciale naam? Ja, de praktijk die draagt de naam Caribou. En Caribou betekent welkom, dus ik heet je ook welkom in mijn praktijk. Dankjewel. Ik hoorde namelijk, en dat vond ik zo bijzonder, jij bent eigenlijk arts. Ja, klopt. Jij bent medicijnen gaan studeren. Ja. En waarom ben je eigenlijk arts geworden? Wat was voor jou de trigger om te zeggen, ga die kant in? Ja, dat is moeilijk, want ik heb eigenlijk geen trigger gehad. Oké. Okay. Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik mensen beter wilde maken. Van kleuter af aan al bouwde ik in de achtertuin hutten. Soort van typisch waren dat, stokken tegen elkaar. Met dekens eromheen. En dan moesten mensen uit de straat bij mij komen om beter gemaakt te worden. Dan deed ik stokken zetten naast benen en verband eromheen. Want dat was dan een beenspalken, vond ik. Want die had een gebroken been. En weer iemand anders kreeg een dotzalf. Nee, dus het zat gewoon in de genen bij jou? Ik weet het niet. Ik ben ermee geboren, denk ik. Eigenlijk toen ik 13 was, geloof ik ongeveer, toen was er een hongersnoodramp in Ethiopië. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Mm-hmm. Toen had UNICEF, die had een uitzending op tv. En toen zag je al die kinderen met die hele dunne ledematen en een heel bol buikje. Ja. Quasi-orkelbuikjes heet dat. Ontzettende honger, veel vliegen en huilende kindjes van de hongerpijn. En toen dacht ik, daar moet ik naartoe. Dus toen ben ik eigenlijk koers die kant op gaan zetten en wilde ik naar de tropen. Dus je bent eigenlijk gespecialiseerd in tropengeneeskunde, of hoe noem je dat? Ja, in tropengeneeskunde. Dan leer je zeg maar de acute chirurgie. Dus je leert de blinde darmontsteking, je leert botbreuken, nog andere operaties in de buik. En je leert hoe dat je een been moet amputeren of een arm moet amputeren, dat soort dingen. Nee. Vanuit de chirurgie en dan zit er nog een stuk gynaecologie, verloskunde aan vast. Want ja, er worden natuurlijk heel veel kinderen geboren daar, dus het kan ook nog alles fout gaan. Dus een keizersnede natuurlijk. Een keizersnede inderdaad. En ook ja, een bevalling met de tang of met een vacuümpomp als het er is. En ook ja, dan heb ik dus vrijwillig nog een gedeelte gevolgd. Hoe vang ik een zuigeling op en hoe ervaart een kind ziek zijn? Want kinderen zijn natuurlijk heel andere wezentjes dan volwassenen wanneer het komt om ziek zijn. Ja, want je bent eigenlijk ook meteen kinderarts als je daar bent. Je bent alles. Je bent zelfs directeur van een ziekenhuis. Vaccinatieprogramma's zet je uit. Daar waar nodig, daar zet je je in. En je hebt altijd dienst. Als je als enige arts bent. Ja. Dat is soms wel zwaar. Want je hebt je diploma gehaald, je bent afgestudeerd en toen ben je vertrokken. Toen ben ik vertrokken. Waar ben je naartoe gegaan? Ja. Nou, ik heb eerst een stuk onderzoek gedaan nog. Toen ben ik in Thailand HIV-onderzoek gaan doen. Dat heb ik 6 maanden gedaan. En dat was voor mij ook om te testen van hoe is dat in de tropen. Ja, ja. En kan ik langer wegblijven? Hoe is dat voor heimwee of zo? Ja, heimwee. Ja. En hoe is dat om altijd maar niet Nederlands te praten? Thai is daar. Nou, het Thaise schrift kon ik natuurlijk ook helemaal niet lezen. Ja. En dat was hoofdzakelijk wel Engels. Maar dan kom je toch al tegen lastige dingen. Kom je tegen. Omdat een Thai spreekt Thais. Ja. En dan moet je met een tolk gaan werken. Ja, dat soort dingetjes. En ook hoe ga ik om met het leed... Hè? Ja, want dat was niet echt in een laboratorium waar je onderzoek nee, deed, dat nee, was nee. Echt op de werkvloer, om het zo maar te zeggen. Ja, het ging er toen om dat er onderzocht werd, als we bepaalde combinaties van medicatie gebruiken, of dat dan het AIDS-virus, of dat het dan geremd wordt, dat je niet zo snel ziek werd. Dat was een beetje
de studie. Dus de medicijnen moesten het land in. En het hele proces heb ik daarin meegemaakt. En ondertussen ben ik me gaan interesseren voor de HIV-besmette mens daar. En natuurlijk het sekstoerisme, de jonge kinderen die ik daar gezien heb, meisjes van 9 jaar. Och, daar heb je ook helemaal tussen gezien. Ja, dus. Ja. En vrouwen die echt zo bij me komen zitten. En dan de man is vreemd gegaan, heeft aids opgelopen, heeft vervolgens de vrouw besmet die nog kinderen heeft. En dan vraag je aan zo'n vrouw. Althans, die vraag heb ik gesteld, omdat ik ben natuurlijk in shock geweest. Ja. En heb ik aan die vrouw gevraagd van, hoe is dat nou om besmet te worden door je partner die vreemd gaat? Ik vond het een hele heftige vraag, Maar ik heb hem toch gesteld. En dan zeggen ze, ja, het is gebeurd. Het is wat is. Het is wat is, ja. En dat is dan weer het boeddhisme daar. Accepteren. Gelaten zijn. Maar toch, ja, stervende mensen die voor je aan tafel zitten. Dat was heel heftig. Ja, want hoe oud was je toen? 24, denk ik. Och, dus was, ja, dan kom je recht eigenlijk uit moeders schoot onderhand. Medicijnen studeren en hup. Ja, dat was voor mezelf wel stoer, hoor. Ja, om mezelf neer te zetten van, was dit een bewuste keuze om daar naartoe te gaan? Ja. Want het lijkt me ook extra moeilijk. Kijk, zieke mensen is wel heel moeilijk, maar ook om dan in dat sekstoerisme te zitten en dan die kinderen zien, die vrouwen zien. Ja, dat is nog even, vind ik, nog heftiger. Ja, maar voor mij was zeg maar die keuze ook omdat ik dan nog in het westerse zat. Kijk, als je in donker Afrika zit, zoals dat in de volksmond heet, dan zit je tussen de plaggenhutjes zonder stroom, zonder iets. Ja. En moet je het met niks doen. Ja. En daar is ook heel veel aids. En dat vind ik dan ook net een slag heftiger dan in Bangkok, waar alles nog te krijgen is. En waar je gewoon nog een pizzaatje kunt gaan eten als je eventjes met Nederland in contact wil zijn. Dat was dan mijn manier. Ja. Af en toe een pizza gaan eten. Of gewoon in bad kunnen, of jij je voeten kunnen wassen. Precies, die luxe die had je daar. Ja, oh god. En heb je een half jaar daar gezeten? Ja. En waarom ben je weggegaan dan? Omdat de tijd was eigenlijk om. Ik zou daar 4 maanden blijven. Ik ben er toen uiteindelijk een half jaar gebleven. Ik heb het onderzoek mee opgezet en het onderzoek doorgegeven aan iemand anders. En ging je ook weg dat je dacht, het is klaar voor mij? Of, want ja, er is altijd werk, hè? Ja. Natuurlijk in zo'n land. Kun je dat ook goed loslaten? Of kun je dan ook zeggen van, nou, dit heb ik gedaan, klaar. Hoppa, naar de volgende? Of? Nee, er ontstond eigenlijk een nieuwe vraag voor mij. Want er waren daar mensen. En dat is een beetje ingewikkeld, maar als je een bepaalde waarde in je bloed hebt, dan heb je eigenlijk geen afweer meer. En dus elke bacil die om jou heen vliegt, die pak je op en je wordt ziek. Ja. En er was dus een klein plukje van die populatie met bijna geen afweer, die helemaal nooit ziek werd en die nog gewoon werkte en die mankeerde eigenlijk niks. En toen kwam voor mij de vraag, hoe kan dat? Ja. Wat zit daarachter? Ik wil dat bloed onderzoeken, ik wil verder kijken. En toen kwam mijn enthousiasme en die drang om die aids verder mee te onderzoeken naar boven. En toen kreeg ik een soort inwendige strijd. Van ga ik het onderzoek in of ga ik toch klinisch werk doen? Ben je er ooit achter gekomen waarom dat die mensen niet ziek werden? Nee, ik heb gekozen voor het klinische. Dus daar ben je ook nooit achter gekomen? Nee, dat is wel een vraag die altijd is blijven hangen. Ja. Want zou het ook kunnen zijn dat ze misschien met gewone planten uit die omstreken er eigenlijk krachtig hebben gehaald? Nou ja. Dat zijn vragen die ik me dan stel. Ja. Hetzelfde als je in Afrika op een bepaalde plek komt. Daar beweren ook bepaalde stammen, wij krijgen geen aids, want wij gebruiken deze plant. En dan denk ik, dat is interessant. Ja. Is het waar? Is het niet waar? Ja. Ik weet het niet. Nee. Maar ja, in Afrika heb je helemaal geen financiering om onderzoek te doen. Dus dan doe je dat niet. Nee. Want je bent daar weggegaan. Toen ben je weer teruggekomen hier in Nederland? Ja. Of ben je meteen? Nee, toen ben ik teruggekomen. Toen ben ik daarna in het Caribisch gebied geweest, een aantal jaren. Mm-hmm. Daar heb ik veel geopereerd en veel gynaecologie en verloskunde gedaan.
Dus het was echt in een ziekenhuis? Ja, daar, ja, ja. Daar was het ook redelijk ontwikkeld. En daar liep je ook wel tegen bepaalde dingen aan. Hè? Dat het, als je een diagnose wil stellen, dan ben je een week bezig. Want daar kon je wel onderzoeken doen, maar oh ja, de CT-scan. Ja, die is kapot. Oké, maar ze hadden er wel één. Bijvoorbeeld. En dan moest je iemand weer naar een ander eiland vliegen om dat te laten doen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk nog best westers. Ja. En zat je dan die collega's, andere artsen, die deden hetzelfde als jij? Of zaten er ook echt mensen die daar... Nee, dan had je ook echt specialisten nog. Die daar echt woonden? Ja. Je zat dan met Nederlandse artsen en lokale artsen. En dan er was een keer een flinke overstroming geweest. Bijvoorbeeld Seba. Hè, dat is een heel klein eilandje met 1100 mensen. Nou, daar ben ik toen naartoe gestuurd als arts. En dan zat ik alleen... Met 1100 mensen. Oh. Ja, dat is natuurlijk heel leuk om te doen. Ja, toch? Ja, dat vind ik leuk. Ja. En een verpleegkundige bij of ja. Dat wel? Ja, je had daar wel verpleegkundigen, maar dat was natuurlijk een heel klein ziekenhuisje, kleine populatie. Maar die mensen moesten daar toen geholpen worden. Dus dan zit je daar een maand en dan ga je weer terug. Och, dat was ook dag en nacht werken? Ja, veel werken, ja. Ja. Nee. En toen was je 25, 26? Ja. Zoiets? Ja. 26 en 27 inderdaad. En toen, hoe lang ben je daar geweest? 2 jaar. Ja. Jee. En toen ging je weer verder? Toen ging ik weer naar huis. Naar Afrika. Toen ging ik naar de volgende plek. Ja, dus toen heb ik nog een tijdje, ik weet niet meer precies hoe lang, maar op verschillende plekken nog in Afrika gezeten. Ja. En wat was daar weer het verschil? Dat was echt de bush waar je kwam? Daar had je niks. Daar was eigenlijk niks. Dus dat was lastiger. Ja, als dan mensen kwamen en die hadden een krokodillenbeet of zo, dan lag het been er half af. En dan was het, narcose. Nou ja, dat moest ik dan maar doen. Het been eraf halen, nou dat deed ik dan ook maar. Dus dan stond je te opereren ondertussen zo te kijken of je nog wel leefde of het goed ging. Inderdaad. Je had geen apparaat, dat ging piepen als het niet goed ging. Maar dat moest ik zelf allemaal in de gaten houden. Ja. En dan was het, ik was de enige arts in het ziekenhuis. Dus dan was het eigenlijk 36 uur werken, 8 uur slapen, 36 uur werken, 8 uur slapen, totdat ik eigenlijk niet meer kon. Dus, want als ik ging slapen, dan ging er misschien wel iemand dood. Dus dan dacht ik, hoe moet dit? Ja. Dus dat was wel een beetje, was heftig. Ja, dat was heftig. Dus dat was echt werk, slapen, werk, slapen, werk, slapen. Ja. Dat was jouw leven toen? Ja, ja. Nou, mijn leven bestond in, was in het ziekenhuis. God. En de energie die kreeg ik van de mensen. Jee. Ja. Wel heel mooi hoor. Ik ben er even stil van. Jee, dat jij zo ook gedreven bent geweest. Ja. Om die mensen zo te helpen. Want ging dat dan vanuit een artsen zonder grenzen of zo? Of hoe ga je daar naartoe? Via een stichting of wat is dat dan? Ja, dat kan. Je kunt... uitgezonden worden via Artsen zonder Grenzen. Die zitten meer in rampengebieden. Ja. Je kunt ook op lokaal contract, en dat heb ik meer gedaan. Omdat ik vind het winst, de winst, daar heb ik een hekel aan. Ja, ja. Dus ik ga op lokaal contract en dan krijg je $100 per maand betaald. Dus voor het geld deed je het ook niet? Nooit. Nee, is niet belangrijk. Nee. Nee, maar het was echt de gedrevenheid. Om mensen te helpen. Oh, echt een roeping. Ja. Toch? Ja. En dan ben je een aantal jaren in Afrika geweest. En toen? Want wanneer ben je weer eigenlijk teruggekomen? Of ben je daarna nog? Nee, op een gegeven moment... je komt iemand tegen. Ah, de liefde. Je wordt verliefd. Ook in Afrika is dat dan ook? Ja, nee, ben je daar iemand tegengekomen? In het Caribisch gebied ben ik iemand tegengekomen. Ja, in Jamaica. Dus daar heb ik mijn partner ontmoet. Leuk. En op een gegeven moment krijg je toch kindjes. Of tenminste, ik had er toen 1. En dan ga je nadenken, wat ga ik nu doen? Nou, even terug naar Nederland. En toen kwam zeg maar ook wel het stukje acupunctuur naar boven. Mm-hmm. Omdat er in Afrika zo weinig behandelmogelijkheden zijn. Ik zoek altijd naar... Hoe kan ik je helpen? Ja. Hoe kan ik je helpen? En als er geen antibiotica is, of het is allemaal over de datum, of wat moet je dan? Ja. Dus toen kwam ik, toen ging die acupunctuur ging meer... Die werd belangrijker voor jou. Prikkelen. Ja, prikkelen. Ja, ja.
Precies, dus toen ben ik naar Nederland gegaan om een acupunctuuropleiding te doen. Het is een beetje begonnen met mij in Thailand. Ik had een spreekuur in Sukhothai, moest ik zijn. En ik zat in Bangkok. Ik moest een busrit van 13 uur hobbelen gaan ondergaan om vervolgens daar mensen te gaan behandelen. En ik stond op. Ik was ziek. Het leek wel of dat ik een kater had, maar ik had niet gedronken. En ik stond en alles werd klein en groot. En ik denk, ik kom die trap niet af. Ik kan de bus niet in. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Nou ja, ik zat in een gebouw waar een bewaker was. En die hoorde mij dus aan de trap stommelen. Die is naar boven gekomen. Die heeft gevraagd, wat is er aan de hand? Ik zei, ik ben zo ziek. Ik zei, en ik moet naar Sukhothai. Ik moet gaan werken. En ik kan niet. Ah. Relax, zei hij. Ik zei, oké. Okay. Nou, toen ben ik dus op bed gaan liggen. En toen heeft hij een acupuncturist gehaald. Oh. En die kwam dus zitten. En een heel klein mannetje. En die zet 3 naaldjes. En ik denk, ja, het zal wel. Het zal wel, ja. Ja, precies. Het zal wel. En toen na een tijdje haalt hij die naaldjes eruit. En, get up, go take shower, go to Sukhothai. En het was ook zo? Ja. Ik ben opgestaan. Ik was echt nog een beetje wankel. Ik ben onder de douche gegaan en ben de bus ingestapt en ik ben gegaan. En alles was weg. Ik denk, nou, wat is dit nou? Ja. Dus vanuit die ervaring en vanuit die verwondering ben ik dus, zeg maar, die studie gaan doen. Ja. Uiteindelijk. Ja, het is toch een heel bijzonder moment geweest. Want die heeft eigenlijk alles eventjes een omdraai gegeven, hè? Dat moment. Die heeft zeg maar mijn zoektocht naar het genezen van de mens verscherpt. Ja. Want eigenlijk vanaf het eerste jaar van de studie geneeskunde wist ik al dat het niet is. Nee. Ik vind het wel heel bijzonder dat jouw achtergrond arts is. Ja. Dus wel lijkt mij een ontzettende meerwaarde. Ja, dat is het ook. Althans, ik ervaar het als een ontzettende meerwaarde. Want je zit hier toch in een westerse gemeenschap waar iedereen gaat naar de dokter. En iedereen krijgt een stickertje opgeplakt van, nou, jij hebt MS. Of jij hebt migraine. Of jij hebt kanker. Of jij hebt De diagnose Hashimoto. Is... Of noem het maar op. Maar je krijgt een diagnose. En zo komen mensen toch vaak naar een acupuncturist. Ja, ik heb MS. Of net wat je hebt. Daar komen ze mee naar mij. En dan weet ik al van, oké, dat is dat en dat. Zus en zo, die onderzoeken zijn gedaan. Waarschijnlijk zijn het die en die medicijnen. Ja. Die kennis heb ik al. Mm-hmm. Het acupunctuur heb je nooit in die landen gedaan. Je hebt hier de studie gedaan. En je bent ook meteen hier een praktijk begonnen. In Nederland. Ja, in eerste instantie wel. In eerste instantie ben ik die TCM-therapeut geworden, hè? De traditionele vorm van acupunctuur. Ja. Daar heb ik een praktijk mee geopend in Nederland. En die heb ik na een half jaar weer gesloten, omdat ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik aan het doen was met die naalden. Ik snapte het niet zo goed. Het hielp wel, maar ik wist niet hoe en wat. En dan ben ik toch te wetenschappelijk om... Er moet wel een bepaalde duidelijkheid voor jou zijn. Ja, ja. Het was niet duidelijk voor mij. Okay. Dat vonden mijn klanten erg, maar ik heb het toch maar gestopt. Ja. En toen ben ik naar Afrika gegaan. Oh, aha. Dus je had al de opleiding gedaan toen je in Afrika ging? Ja, toen ben ik naar Afrika gegaan en toen heb ik daar een project nog gedaan. Daar heb ik een hele operatiekamer ingericht met betere apparatuur. Wel handzaam, want wat er heel vaak gebeurt is, wij hebben hier iets wat we niet meer gebruiken, dus een Afrikaan is daar heel blij mee, en alle goede bedoelingen, maar dan wordt het daar neergezet en als het kapot is kunnen ze het niet maken, dus het staat overal maar, röntgenapparaten, echo's, waar hier een kop kapot is, maar het andere stuk doet het nog, worden daar naartoe gebracht. En dan heb je dus een half werkend apparaat. Oh. Erg, dan gaat het andere, gaat stuk, andere stuk en dan... Klaar. Maar we hebben er wel één. Ja. En we hebben een röntgenapparaat. Het werkt niet, maar we hebben er wel eentje. Ja. Maar daar heb ik zeg maar OK-lampen en een andere tafel. En
Ja. Hoe lang heb je daar gezeten toen? Dat is niet zo lang geweest, dat is een maand geweest toen. Okay. Mm-hmm. Omdat ik toen al met kleine kinderen zat. Ja, want die heb je toen meegenomen? Ja, daar naartoe? Heb ik meegenomen. Dus heel het gezin, tenminste, hoppakee, ging allemaal mee naar Afrika. Nou, toen was het gezin inmiddels iets kleiner geworden, want we zijn gescheiden toen. En toen ben ik dus met een baby en een kind van 4, ben ik die kant op gegaan. En ook om te kijken van hoe is dit? Ja, maar dat is toch ook wel heftig. En dat werken, heftig. Alleenstaande moeder. Ja, ik had een vriendin meegenomen. Ja. Die heeft de oppas gedaan, want ik kon daar wel een nanny krijgen. Maar ik werd toen heel onzeker eigenlijk. Van hoe moet dat als alleenstaande vrouw in de tropen? En ik overleef dit niet en nou weet ik het eventjes niet meer. Dus toen heb ik voor een kort project, ook zelf geregeld zeg maar, heb ik toen gekozen. Toen heb ik onderwijs gegeven aan verloskundigen en die operatiekamer. Nou, ook mooi, toch? Ja, ja, dat vind ik het belangrijk. Ja, want daardoor kunnen hun weer verder als jij weg bent. Het is niet, het stopt niet omdat jij weg bent. Nee, mijn eerste ideaal was om een ziekenhuis te bouwen en daar als arts in te gaan werken en werkgelegenheid te verschaffen. Dat was eigenlijk altijd mijn ideaal. Ja. Maar ik kwam er in Afrika al heel snel achter. Dat is niet de manier. Nee. Ik moet overdragen. Ja. Ja, en denk het ook. Jouw kennis gewoon overdragen aan de mensen die bereid zijn om te willen leren. Natuurlijk ook, hè? Ja, en die in de bush willen werken. Ook. Want de Afrikaan zelf, die gaat niet in de bush werken als je naar de hoofdstad kunt. Want daar is het. Ach ja, of die wil natuurlijk ook liever naar Europa. Ja. Dus het is ook moeilijk om een lokale arts in de bush te krijgen. Want dat is gewoon not done. Dat doe je niet. Nee, dat doe je niet. Dat is ook een roeping die iemand moet hebben om te zeggen, dat ga ik doen natuurlijk. Ja, ja en dat is geen status om daar te werken. Zijn nog heel erg op status. Ja. Maar na die maand, je bent dan toch teruggekomen omdat je toch merkte van met kinderen. Nee, het was een kort project. Het was voor mezelf ook om te kijken van, kan ik dit? Wil ik dit? Wat nu? Nou ja, toen ben ik dus naar huis gekomen en toen wist ik het inderdaad ook even niet meer. Nee. Toen heb ik een hele moeilijke beslissingen moeten maken. Om dus mijn tropenarts te zijn aan de wilgen te hangen. En te stoppen. Ja. Ja, dus dat heb ik toen gedaan. Ja, ik denk dat het ook heel moeilijk is om in zo'n landen met je eigen gezin naartoe te gaan. Hè? Want je wil je kinderen ook hebben dat ze goed studeren en dat ze daarin kunnen ontwikkelen natuurlijk. En dat is daar natuurlijk ook allemaal maar heel beperkt. Ja. Ja, maar dat is daar een systeem van internationale school. Dat is eigenlijk dus wereldwijd, dus ook in Afrika. En vaak zit dat in de hoofdsteden. En dan gaat je kind daar naartoe, krijgt in het Engels les en het lokale les. En dan heb je daar ook gewoon MAVO, HAVO, VWO. Maar dan zie je ze misschien maar één keer in de week, want jij gaat de bush in. Ligt eraan waar dat je neergezet wordt. Ja, kijk, dan zou ik eerder kiezen voor iets wat dichter bij de hoofdstad is. Ja. He, zodat je toch je kinderen, dat ze naar huis kunnen komen of dat ik naar hun kan. Maar er zijn genoeg kinderen die op die manier leven. En als je bijvoorbeeld kijkt in Ghana, daar heb je zelfs een paar Nederlandse scholen, omdat er heel veel Nederlanders zitten. Dus dan zou je meer voor zo'n plek kunnen kiezen. Ja. Ja, om het toch te kunnen doen. En wat was jouw reden om te zeggen, ik stop ermee, ik ga hier mijn leven verder bouwen. Dat moet toch ook, hè, wat je net zei, ik wist het even niet meer. Ja. Er was een strijd, wel niet, hup, daar naartoe, hier blijven. Ja, dat is een strijd. Ja, onzekerheid. En de angst. Ja. Ja, dat heeft mij terug naar Nederland gedreven, met altijd pijn in mijn hart. Ja, die angst is af en toe een slechte raadgever. Of misschien een hele goede geweest. Ja, nou ja, ik heb me wel geswitcht natuurlijk. Ja. Maar ik moest door, dat heb ik gedaan. Dus je bent hier weer teruggekomen en je bent dus verder gegaan in klassieke acupunctuur. Zo moet ik het zien, hè? Zo heet het eigenlijk. Ja. Hè? Nou, ik ben als arts gaan werken, maar niet meer in het ziekenhuis. Mm-hmm. Ik heb het wel geprobeerd, maar ik was zo eigenwijs. Ja? Ja. Ik was zo gewend om alles alleen te doen en opeens was ik weer de assistent van. Toen dacht ik, kan het niet wat sneller? Ja. Kan het niet wat anders? Maar dat mag natuurlijk niet, want je moet assisteren. En ik merkte, ik kan het niet meer. Dus toen ben ik daarmee gestopt en toen ben ik meer, zoals dat heet, extramuraal gaan werken. Dus uit het ziekenhuis. Dus als arts? Ik heb meer medische keuringen gedaan. Ik heb voor wetvoorziening gehandicapten gewerkt.
Dat soort dingetjes mm-hmm. heb ik gedaan. Goh, je hebt al een heel leven achter de rug. Zeg, wat een ervaring. wat ik me nou ook afvraag is... Ja, al die dingen die je meemaakt, dat komt wel binnen voor een jonge meid. Hè? 24 daar in Thailand en dan al die verschillende landen waar je hebt gezeten. Al die ziektes, al die ellende, armoede, verdriet. Heb je daar ook allemaal een plekje kunnen geven? Ja. Daar word je niet wakker van, 's nachts? Nooit. Nee? Nee. Nee. Omdat jij ook gewoon zo geaard en nuchter bent van... Dit is het. Meer kan ik niet doen. Klaar? Of hoe? Nou, nee, want ik toen, nu wel. Want nu ben ik natuurlijk ouder en meer gerijpt. Zoals dat Ja. En, maar toen... Toen was het wel anders. Toen, ik vond het wel heel erg om die jonge kinderen te zien. Ja. En om die vrouwen zo afhankelijk te zien van die mannen. Mannen die daar weglopen, niet meer willen zorgen voor die vrouw en de honger. Ja. En dan toch een kip komen brengen die ik niet eet, want ik ben vegetariër. Ook dan nog, ja. Ja. Weet je, dat zijn wel... dat vond ik toen wel moeilijk, maar aan de andere kant, het was de hele dag zo. Ja. Dus je went eraan. Ja. Hetzelfde als dat je went dat je geen elektriciteit hebt of dat er weer geen water is. Of... Ja, want dan ben je begin met gewoon blij. Als er wel water is, dan draai je het voor het om natuurlijk. Ja. Alleen moppen als we geen water hebben of geen elektriciteit. Maar op een gegeven moment denk je, we hebben elektriciteit. Ja. Ja. Ja, nou, het moeilijkste vond ik nog, het terug zijn in Nederland. Dat vond ik het ergste. Ja, daar kon ik niet aan wennen. Ik denk dat ik daar soms misschien nog wel moeite mee heb. Hoe dat mensen hier denken, hoe de mentaliteit is hier. Ieder voor zich. Ja. En ik zie je, hè? Dan denk je, wanneer dan? Ja. Ja. Terwijl daar, ik zie je, dan komen ze langs. Ja. Er is, als je contact hebt, heb je echt contact. En hier is het mensen meer oppervlakkig. Mensen zijn oprecht geïnteresseerd. Niet uit beleefdheid of... Ja. Ja. Mensen zijn vanuit het hart. Heel erg. Je voelt heel erg het hart... Van de mensen. Ja, de blijdschap. Ondanks dat er niks is, is er blijdschap. En hier is... ik voel me zo rot. Ja. Veel meer een masker op. Ja. Hè? In dit land. Ja. Nou zit je dus hier. Je hebt hier een behoorlijke praktijk met verschillende behandelkamers. Ja. En jij behandelt nou echt mensen met allerlei soorten klachten. Ja. Leg mij nou eens uit, wat is het verschil tussen jouw manier van werken en een acupuncturist die... De traditionele en de klassieke acupunctuur bedoel je? Ja, want wat is het nou? Jij hebt klassiek en de andere is traditioneel. Oké. Okay, het is allemaal begonnen in 2637 voor Christus. Daar is de acupunctuur begonnen. Toen was de keizer Huang Ti. Die zag dat alle planeten op één lijn stonden. En daar is de jaartelling begonnen. En daar is het ontstaan van de klassieke acupunctuur begonnen. Die jij doet. Klassieke, dat is jouw. Dat is mijn vorm van acupunctuur. Okay. Toen is die klassieke acupunctuur, die is dus toen van start gegaan. Dat heeft zich ontwikkeld. Alles is in ontwikkeling. Er zijn op een gegeven moment de Chinese kruiden zijn daarbij gekomen. Toen is die acupunctuur een beetje verbasterd tot een soort receptenacupunctuur. Misschien dat ik het je kan uitleggen aan de hand van een boek, dat je het kunt zien hoe het werkt. Ja, is dat zo? Ja, ik heb hier nog wel iets staan. Even kijken. Ik sla hem nou maar ergens open. Dan staat er dus dat je de voedsel in je buik blijft staan. Dan zeggen ze, nou, dit zijn de punten die je kunt prikken. En dan staat er. Dit haalt de energie naar beneden van de maag. Dit haalt, lost het voedsel op wat er ligt. Het wordt dus uitgelegd, dit punt doet dit, dit punt doet dat, dit punt doet dat. Dus je prikt deze punten. Ja, dat is de traditionele vorm. Ja. En maar jij doet? De klassieke. Ja, en die beredeneert dit niet zo. Nee, want dit betekent, als jij bij mij komt en je hebt last van dit probleem, dan los ik dat zo op. Ja. Komt jouw buurvrouw en die heeft dit probleem, dan los ik dat ook zo op. En dat doet de klassieke acupunctuur niet.
klassieke acupunctuur, die zegt, jij bent deze persoon, jij bent geboren op die dag, daar hoort een bepaalde energie bij. Dus als je iemand behandelt, dan is het ook heel belangrijk dat je weet wanneer het je geboren is. En ja. Is het dan ook de dag en het jaar of de tijd van geboorte? Zelfs de tijd? Ja, dat kan allemaal meespelen inderdaad. Als je een bepaalde tijd geboren bent, dan heb je het dus over... Nou komen we dus echt in het klassieke acupunctuur. Ja, ja. Dan gaan we het hebben over de orgaanklok. Ja. Elke 2 uur is er een andere energie, is er actief. En dat is bij ieder mens, zijn energie op verschillende momenten van de dag aan het werk. Ja, ja. Zo kun je klachten bijvoorbeeld relateren. Als iemand zo in de namiddag vaak moe is, dan denk ik, Ja, ja. Het tijdstip van de nier. Okay. Dus dan is de nierenergie onderactief. Of 12 uur daarvoor ligt het tijdstip van de dikke darm. En dan, daar kan ook een probleem mee zijn. Dus of de nierenergie of de dikke darmenergie die dan uit balans is. Dus iedereen die even inkakt, ja, de ene kakt om 2 uur 's middags in, de andere juist om 4 uur, ja. Of dan is dat eigenlijk, kan dat dus aan zo'n energie liggen. Wil je de orgaanklok? Ja, laat me zien. Dus ik heb dan zelf, ik heb hier wat tabellen liggen. Ja. Ik heb allemaal zelf, deze is door mijn leraar gemaakt, deze heb ik dan weer zelf gemaakt. Ja. Kijk, hier zie je dus, dit is om 1 uur 's ochtends, om 3 uur 's ochtends, 5 uur, dan zie je de galblaas is dan actief, dan is de lever actief, dan is de long actief, de dikke darm. Nou, zo is er elke 2 uur een meridiaan actief, een energie actief. En de rest is dan rustig? Van rustig of onderactief. Kijk, als de galblaas actief is, om 1 uur 's nachts, dan is de energie van de galblaas is actief, dan is de energie van het hart is onderactief. Hier zit allemaal, die hebben met elkaar, leuk, houden die verbinding. Ja. En zo werkt het ook weer met seizoenen. Hier zitten ook weer seizoenen aan verbonden, seizoensenergie. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, als je kijkt naar de long, even als we even de tijdstippen loslaten, maar deze volgorde, 12 maanden, 12 energieën. Mm-hmm. Voor de Chinezen begint het nieuwe jaar, even nadenken, de tweede nieuwe maan na de midwinternacht. Dus midwinter is 21-12, 21 december. Als er dan 2 nieuwe manen geweest zijn, dan viert de Chinees het nieuwe jaar. Oké, dus dat is eigenlijk na 21 februari? Nee, hoeft niet. Kan ook eerder zijn. Kan ook eerder zijn, want er kan een nieuwe maan op 22 december zijn. Nieuwe maan. Nieuwe maan. Ja, oké. Okay. Ja, dat zijn 28 dagen. Ja. En dan begint de longenergie. En de longenergie, dus bij ons is dat vaak, is dat in het begin van het voorjaar. Nou, mm-hmm. Wat zie je dan? Allergieën beginnen te komen. Ja. Want dan is weer, zeg maar, de seizoensenergie is dan weer actief. Die wordt onderactief in september, augustus, september. Als je dan kijkt naar de orgaanklok, zit die daar tegenover, die maand. Dus dan hebben we het niet meer over maanden, maar dan hebben we het over maanden. Wat zie je dan? Allergieën. En dat heeft dus te maken met de longenergie. En daarom is het behandelen van dit soort klachten. Ja. Dus hooikoorts heb ik het dan heel specifiek over. Is goed om daarmee te starten in januari. Als die energie actief is. Die energie van die long actief is. Dus dan moet je hem aanpakken. Ja. En dan is het eigenlijk als er iemand dus hooikoorts heeft. Dan pak je die energie aan van de long. Waarom? Omdat je eigenlijk overactief is. Of onderactief. Dat ligt aan wanneer dat de klachten zijn. Als hij onderactief is. Dan heb je in het begin van het seizoen je klachten. Dus na 21 maart begint dat. Mm-hmm. Hè, als de eerste, de hazelaar, begint dan geloof ik te bloeien en de berk. En als die overactief is, dan heb je hem aan het eind van de zomer. Oh, en dat is met... Je hebt ook echt mensen die inderdaad in het najaar hooikoorts hebben. Ja. En heel veel mensen hebben het heel vroeg. Ja, en die hebben dus een overactiviteit
in de longenergie zitten. En die moet je dus gaan remmen, of tenminste het is het beste om die te gaan remmen, wanneer de energie van de long in het jaar actief is. Ja, gewoon. Ja. Dus als je echt in het voorjaar een hooikoortspatiënt bent, dan kom je in januari. Ja. Kom ik naar jou, want ik heb hooikoorts. Echt waar? Ja, ik heb hooikoorts. Oh, en dat is echt in maart, dus ja. Ja, dan is er iets met je longenergie, die is dan niet in orde. En dan moet je dus kijken weer, en dan ga je dus naar een ander plaatje. Dan ga ik dus hier weer kijken. Mm-hmm. Hier werkt overigens een goede TCM, een goede traditionele therapeut, werkt ook met de Wuching. Ik ben de Wuching, dat is van de vijf elementen. Yeah. Die ben ik ook tegengekomen tijdens mijn studie, toen ik de traditionele acupunctuur leerde. Mm-hmm. Dus hier zit weer een overeenkomst in. Dan ga je dus kijken van, hier zit de long. Je hebt vijf elementen, vuur, aarde, metaal, water en hout. Mm-hmm. Dan ga je kijken, wat is er met die andere aan de hand? Wat speelt daar? Wordt die onderdrukt door iets? Is die te leeg? Is die te vol? Heb je dan klachten in je leverenergie? Heb je veel infecties? Ben je stress onderhevig? Hoe ga je om met bepaalde dingen? Dan ga ik je dus vragen stellen. Ja. Plus ik ga kijken, hoe is het met jouw geboorte-energie? Uit welk jaar ben jij geboren? Wat is jouw sterke energie? Wat is jouw zwakke energie? Ja. Misschien ben je wel geboren met een zwakke longenergie. En dat kan dus ook. Dus dat staat ook allemaal vast. Ja. Dus het jaar wat jij in geboren wordt, dat staat vast al. Hey, ja. Je bent dat. En dat hoort dat en dat opstander bij. Dan krijg je deze tabel. Dit is van de Chinese tekens. Hè? Ja. Een rat, een os, een tijger, een konijn, een draak, een slang. Ja. Nou, ga zo maar door. Die heb je. De meeste mensen zijn wel op de hoogte van deze. Ja. En dan heb je dus ook nog een onderscheid om een aarderat, een metaalrat, een waterrat, een houtrat of een vuurrat te zijn. Zo, ja. En dan kom je dus bij de hemelse stammen uit. Dat is dus weer, dat is allemaal klassieke acupunctuur. Ja. Dat doe ik van tevoren, voordat iemand binnenkomt, bekijk ik, wat ben je voor type? En dat heeft iedereen, hè? Natuurlijk. Iedereen heeft dit. Er zijn zo, hè, vanuit deze tabel, 120 verschillende karakters. Mm-hmm. Dus ik werk met 120 verschillende sterrenbeelden, noem het zo. Ik heb ooit een horoscoop laten doen. En die mevrouw wilde ook weten wanneer de datum, het uur ik geboren werd, het jaar. En die kwam dus ook achter dat ik een rat was volgens de Chinese horoscoop. Hè. Maar wat had dat dan te maken met het... Want die berekent een horoscoop. Ja, ja. Dus daar hangt er ook allemaal een beetje mee samen. Ja, nou ja, eigenlijk waar het mee samenhangt is dat wij allemaal onderdeel zijn van... Het geheel. Het geheel, het universum. En de astrologie kijkt naar de planeten. Ja. Hè, in 2637 voor Christus is de jaartelling begonnen. Mm-hmm. Toen stonden alle planeten op één lijn. Die planeten die draaien op een bepaalde manier. En dus zijn er planeten, krachten van planeten zijn actief op de aarde. En dat klinkt heel vaag wat ik nu zeg. Mm-hmm. Maar ik kan het je het duidelijkste uitleggen met de maan. Ja. De kracht van de maan werkt op de aarde. En, want wat gebeurt er met de maan? De maan zorgt voor eb en vloed. Ja. Nou, wij bestaan voor 70% uit water. Dus de maan doet ook iets met ons. En dan in het bijzonder met ons vrouwen. Want onze cyclus duurt 28 dagen. Ja. Net zo lang als dat de cyclus van de maan duurt. Ja. Dus zo werkt het, een beetje. Zo, zo is de Chinees ook overtuigd. Van deze werkzaamheid. Ja. En zo zit de astrologie ook in elkaar. Het is allemaal verbonden met elkaar. Hè? Alles is verbonden met elkaar. Ja. We zijn allemaal onderhevig aan alles wat hier... Nou, wat ik nou het leuke vind, maar net wat je zegt, het is een beetje vaag voor de kijker. Dan zit hier zo'n nuchtere, stoere tante die de helft van de wereld heeft gezien en een hoop meegemaakt. En
dan denk ik, nou, die is wel heel aards. En dit is, de, dit is misschien ook wel aards, maar het is toch ook een beetje, ja, ik wil niet zeggen zweverig, maar wel wat vager. Ja, ik ben zelf daardoor overtuigd. Wat doet het Westen, de Westerse geneeskunst? Ik heb een probleem. Nou, dan stoppen we er een pilletje in en dan ben je beter. Maar je moet wel je blijven hele slikken. Leven die pillen blijven stikken, want anders ben je niet beter. Ja, dan ben je toch niet beter. Mm-hmm. Dan hebben we de symptomen onderdrukt. Ja. Ja, maar nou zeg je dat, als je bijvoorbeeld een schildklierafwijking hebt en je zit aan de medicijnen en je voelt je eigenlijk er goed bij door dat pilletje te slikken, dan zou je gewoon doorgaan. Mm-hmm. Dan lijkt me ook heel moeilijk voor zo'n mens om te zeggen, oké, kom bij jou, ik zal die pillen overboord gooien, want jij kunt me eraf helpen. Zo werkt het niet en mm-hmm. ik zal nooit tegen het beleid van een arts ingaan, want ik vind dat niet kunnen. Nee. Ik ben ook nog zelf arts. Ja. Maar als, om het voorbeeld van de schildklierproblematiek aan te halen, wat ik doe is, de energie die hoort bij de schildklier, mm-hmm. die ga ik opbouwen. Dat duurt een hele tijd. Dan ben je echt een jaar aan het behandelen, soms wel langer dan een jaar, om dat op te bouwen. En het is aan de patiënt om te zeggen, nou, ik wil eens met wat minder medicijnen. En dan vind ik wel dat het zo netjes is op het moment dat hij dat wil, dat die persoon dat wel tegen de huisarts ja. gaat melden. Of dat er contact is met de huisarts om dat te overleggen. En dan kun je dus heel mooi met bloedonderzoek kijken of het aanslaat. Zo'n ja. pilletje minder. En dan nog eens een pilletje minder. En dan nog een beetje minder. Mm-hmm. En dan maar met behulp van de bloeduitslagen. Die hou ik dan in de gaten. Want ik blijf arts. Dus als ja. mensen bij mij komen, bloeduitslagen, medicijnen, alles wil ik van je weten. Ja. Want het heeft allemaal van invloed. Ja. Om het een beetje inzichtelijk voor jou te maken. Met al die tabellen en al die papieren die ik hier mm-hmm. heb liggen. Zal ik jouw geboorte-energie eens uitrekenen? Oké, leuk. Ja. Want je hebt mij net jouw geboortedatum gegeven, ja. dus daar kan ik nu mee aan de slag. Okay. Even een klein momentje. Hè? Ja, dan schenk ik nog een kopje thee in voor ons. Ja, dat is goed. Nou, dan begin ik dus met die. Ik zal het een beetje groot doen. Iedereen heeft sterke energieën en iedereen heeft zwakke energieën. Van jouw sterke energie, dat is jouw kracht, daar blijf ik af. Je zwakke energie, dat is dan dat wat jij aangeboren tekort hebt. Ja. En daar verwacht ik dan sneller klachten in. Dat past ook voor een deel, kan ik daar dus vanuit die astrologie een soort karakter op plakken. Wat ik dan zie is iemand die hoofd- en bijzaken wel kan onderscheiden van zo. Tot hier en niet verder, mm-hmm. nu is het klaar. Mm-hmm. Wat jij mist is, als je hier kijkt, je mist de aarde. Hè? Hier hebben we weer het vuur, de aarde, het metaal, het water en het hout. Mm-hmm. Dus je mist alle aarde. En dat wil zeggen om te aarden? Nee, om te transformeren is dat. Dus dat doet de aarde energie, dat is de transformator van voedsel en drank, maar ook bijvoorbeeld van gedachten. Dus dan zou mijn vraag aan jou zijn, ben je een piekeraar? Kun je piekeren over dingen? Ja, soms wel, ja. Kan ik wel piekeren, ja. Dat is een aangeboren iets bij jou. Dat is dus een karaktertrek okay. van jou. En, dat hou ik helemaal leven. Ja. Dat is wie jij bent. Ja, dat is gewoon okay. een stuk van jou. En een ander stuk van jou zou dus ook kunnen zijn als je bijvoorbeeld een heftige gebeurtenis hebt. Hmm? Dat veel langer duurt voordat jij dat zeg maar verteerd hebt. Ideeën verteer je ook. Dus dan blijf je daar langer mee zitten als een ander. Je blijft er een beetje mee rondlopen en dan ga je uiteindelijk ook malen. Ja. En dan zou dus de dikke darm in metaal, de colon in metaal, die zou er op een gegeven moment kunnen zeggen. En dan is het klaar. Dus eigenlijk die dikke darm is dan de redder. Voor jou wel. Voor mij. Jou als specifiek. Ja, we hebben het over mij. Okay. Ja. He, dan kun je dus ook zien, he, de functie van de dikke darm. Hmm. He, als je het orgaan neemt, scheidt. Die scheidt dat wat belangrijk is.
dat nemen we mee, dat gaat de bloedbaan in. Ja. En dat wat niet belangrijk is, dat scheiden we uit. Dat wat doen we dan mooi. Uiteindelijk op ja. het toilet. Ja. Dat is hoe het werkt. We poepen letterlijk onze shit uit. We poepen het letterlijk uit. En dan moet je dus ook met je gedachten doen. Ja. He, want de hersenen in onze buik zijn onze darmen. Ja. Zo werkt het beginsel van de klassieke acupunctuur. Zo werk ik met iedereen die binnenkomt. Het eerste wat ik doe is dit uitrekenen. En uitzoeken wie heb ik voor me. Ja. Wie is dit? Waar zitten de sterke punten? Waar zitten de zwakte punten? Bij jou, als jij bij mij onder behandeling zou zijn, dan zou ik altijd rekening houden met de zwakke aarde die jij hebt. Want dat kan jouw klachten geven. Ja. En dan moet ik altijd ondersteunen tijdens behandeling. Dat is ook een bepaald orgaan natuurlijk. Of een bepaalde energie. Meridiaan. De maag en de mildmeridiaan, die loopt daar. En bij jou is specifiek de maagmeridiaan die klachten geeft. Ah. Of tenminste die klachten geeft wat in de lijn der verwachtingen ligt dat jij daar klachten krijgt. En in de lijn der verwachtingen ligt dat jij minder snel klachten zult krijgen vanuit de galblaasmeridiaan en vanuit de dikke darmmeridiaan. Omdat dat jouw kracht is. Als je nou iemand gaat behandelen, dan reken je dit uit. Dan gaat zo iemand liggen en dan ga jij dus op bepaalde punten ga jij prikken. Ja. Hoe gaat dat dan? Prik je dan verschillende naalden of prik je altijd aan één kant? Hoe werken jullie dan? Ik let op het tijdstip, ik let op het seizoen, ik let op jouw geboorte-energie, ik let op jouw problematiek en op je pols. Want hieraan kun je eigenlijk ook voelen waar op dat moment tekort is. Ja, waar zit het probleem? Je hebt op je pols verschillende locaties. Ja. Dus aan allebei de kanten zitten er drie. De polsslagader die daar loopt, die klopt op die punten op een verschillende manier. En door daar aan te voelen en door die polsslagader helemaal dicht te drukken en langzaam op te laten komen, voel ik nuanceverschillen. Dat is iets dat moet je heel vaak gedaan hebben. Nou. Moet je weten wat je voelt en hoe je dat moet interpreteren vooral. Ja. Dat geeft mij inzicht over hoe is het gesteld met die meridianen van jou of net van de patiënt die er is. Ja. Als ik dan van daaruit mijn diagnose heb gesteld, dan ga ik dus naalden prikken op bepaalde plekken in het lichaam. Ja. Die naalden gaan er niet diep in. Dat scheelt van een paar millimeter, soms wel een paar centimeter als je in de buik prikt. Je hebt op je lichaam meridianen lopen. En die meridianen hebben allemaal punten. En vanuit die punten wordt een verbinding gemaakt naar een ander meridiaan of rechtstreeks naar een orgaan. Nou, dan maak ik zeg maar, je moet het zien als die meridianen zijn een soort riviertjes waar energie doorheen stroomt. En in de ene meridiaan stroomt veel energie en in de andere stroomt weinig energie. En daar heb je dan zeg maar een soort van zijtakjes zitten, collateralen, heet dat dan weer met een duur woord. Maar die zijn dan niet open en door er een naald in te prikken, open ik zeg maar zo'n sluisje. Ja. En dan gaat de energie van de ene meridiaan naar de andere meridiaan lopen. En dan voel ik dus weer op de pols van oké, nou komt er wel wat. Want dan gaat die polsslagader anders kloppen. En aan de andere kant, waar ik het dus heb weggehaald, dan voel ik, oh, hier klopt die nou iets minder rustig. Krachtig. Ja. Nou, niet rustig, want de pols klopt natuurlijk aan allebei de kanten even snel. Hè? Ja. Maar het gaat erom, hoe tikt die tegen mijn vinger aan? Goh. Ja. En zo controleer ik dus constant, wat gebeurt er? Zit ik op het goede punt? Ja. Want wat ik straks ook hoorde is dat je over yin-yang praat, mannelijke energie en vrouwelijke energie, hè? Ja. Daar hou je ook rekening mee? Of is het zo, als er een man komt, prik ik hem aan de linkerkant of vrouwelijke kant? Ja, dat klopt. Ja, heb je heel goed. Ja, ik heb ook een beetje gespiekt net. Oké. Dus dat is zo, dus een man die prik je altijd. Een man prik je links, een vrouw prik je rechts. Ja, er zijn wel wat uitzonderingen. Dat heeft dan ook weer te maken met het seizoen waar we in zijn. Mm-hmm. Dan mag je bijvoorbeeld tijdens een bepaald seizoen mag je de maag niet aan de linkerkant prikken. En dan moet ik bij een man de maag aan de rechterkant, de maagmeridiaan, de punten van de maagmeridiaan, zo moet ik het eigenlijk zeggen, aan de rechterkant prikken. Soms is er ook een uitzondering
dat een man bijvoorbeeld aan de linkerkant een tenniselleboog heeft, dan is het heel mooi om aan de rechterknie een punt te zoeken. Wat bij deze klacht past en bij de pols en bij zijn geboorte-energie. Ja, ja, ja. En dan ga je om het lichaam in balans te houden. Dus een ander voorbeeld is dus als ik rechtstreeks op de lever wil werken. Ja. De lever zit aan de rechterkant van het lichaam. Dan prik ik dus ook aan de rechterkant bij de lever. Zijn er nou ook mensen die jij niet behandelt? Want er zijn misschien ook wel ziektes, klachten, dat je denkt, ja, hier kan ik niks mee. Er zijn bepaalde dingen, bepaalde ziektes waar ik dus minder resultaat bij haal. Dan moet je denken aan een ziekte als sarcoïdose, dat is een ziekte van de long. Mm-hmm. Daar krijg je verlittekening van het longweefsel. Ja, iets wat verlittekend is en helemaal kapot is, dan kan ik zoveel naalden in steken als ik wil, maar ik kan daar geen andere structuur van maken. Nee, ik kan geen longweefsel terugprikken. Nee. En zo heb je ook kiestennieren. Hè, dan komen er kiestes in de nieren en dan krijg je verlittekening van het dierweefsel. Dat kan ik ook niet veranderen. Wat ik wel kan doen is zorgen dat er niet meer kiestes komen. Zorgen dat het proces remt en hopelijk uiteindelijk stopt. Zodat de nier aan zich, het orgaan, niet slechter wordt. Ja. En dat dus ook met die longziekte. Dus in die zin kan ik die mensen wel helpen. Maar beter maken lukt niet. Als je het hebt over kanker. Kanker is een enorm snel groeiend proces. En wat ik daarmee doe, is ik probeer de kanker te remmen. Dus dat het niet door gaat groeien. Maar mensen moeten vooral naar ziekenhuizen gaan. En er eigen laten behandelen. Ja. Er eigen laten behandelen, chemokuur ondergaan. En ik werk dan, ik noem het altijd, ik werk samen met iemand die een chemokuur ondergaat. Werk ik samen met de oncoloog. Maar je werkt helemaal niet samen met de oncoloog. Nee. Ik werk om de oncoloog heen. Ja. Dus mensen komen bij mij, hebben met de diagnose kanker. Ze krijgen een chemokuur. Ik wil de bloeduitslagen dan zien. Want dan kijk ik zelf mee. Vaak krijgen ze te horen, oh ja, bloed is goed, we kunnen de volgende chemo doen. Ja. Maar ik wil weten, specifiek was ze goed en was ze niet goed. Hoe hoog zijn die waarden? Ja. Want als er iets begint te zakken, bijvoorbeeld de rode bloedlichaampjes begint te zakken. Als het onder een bepaalde ondergrens komt, dan kunnen deze mensen niet naar hun volgende chemokuur. Als ik zie aan de hand van de labuitslagen dat aan het zakken is, dan ga ik met behulp van mijn naalden het lichaam stimuleren om meer rode bloedcellen te maken, zodat ze boven die ondergrens blijven. Ja. En ik werk natuurlijk aan de misselijkheid. Ik werk aan het algeheel gevoel van welbevinden. Ja. Zodat ze beter en sterker zijn tijdens de chemokuur, want het is natuurlijk geen pretje. Nee. En het stuk emotie wat daarbij komt. Mooi. Dus dat is hoe ik overal een beetje omheen werk en semi-meewerk. Ja. Dus je helpt ook mensen wel, net wat je zegt met emoties, als iemand ergens er doorheen zit, een burn-out of zo, dan zou jij daar ook iets voor kunnen betekenen. Ja. Ja. Want dan is het natuurlijk ook wel, het lijf zit dan vast, maar het zit dan ook heel veel hier, hè? Of iemand die... Dat werkt samen, hè? Het is één geheel. Wat naalden over het algemeen doen, is lost eigenlijk het geheel op. Ja. Je gaat je beter voelen, maar je gaat je hier ook beter helder voelen. Je gaat minder piekeren of minder zelfdestructieve gedachten hebben. Ja. Wat me nou ook binnenschiet, is kun je ook mensen helpen die gaan dementeren? Ik probeer te remmen. Dat is wat ik doe. Ja. Dus mensen met Alzheimer bijvoorbeeld, dat is een leuk verschil tussen het Westen en het Oosten. In het Westen wordt de diagnose Alzheimer gesteld en in het Oosten heb je twee typen. De ene is de Alzheimer zoals wij hem kennen, van langzaam ontstaat dat en is het er. En het andere type is een Alzheimer gerelateerd aan een moment van crisis, een live event. Dus de partner is overleden bijvoorbeeld. Oh ja. En de ander die wordt opeens dement. Ja. Dan zit daar dus een oorzaak aan. En die kun je dus op dat moment... En die moet je aanpakken. Ja.
Waardoor er iemand weer wat beter uitkomt. Ja, ja. Het is eigenlijk ook een soort shock, hè? Maar die ja, juist de shock. Het is een soort anti-shock-therapie wat je dan gaat doen. Angelique, als mensen bij jou komen, wordt dit vergoed door het ziekenfonds? De ziektekostenverzekering bedoel je? Ja. Ja, als mensen aanvullend verzekerd zijn, gaat het vanuit het aanvullende pakket. Ja. En dan ligt het eraan wat voor verzekering dat je hebt. Of dat het de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Omdat er een, veel ziektekostenverzekeraars hebben een dagmaximum ingesteld. Ja. Dus dan ligt het eraan, sommige mensen moeten een beetje bijbetalen. Sommige mensen krijgen het geheel vergoed. Oké, ja. Het gaat overigens niet af van het eigen risico. Wat we tegenwoordig moeten betalen. Ja. Omdat het betaald wordt vanuit het aanvullende pakket. En dat is heel verwarrend voor mensen. Dan gaan we dadelijk eens kijken samen. Want ik vind het wel heel leuk hoe jij jouw zoon gaat behandelen. En ik heb zoveel gehoord, dus ik ben heel nieuwsgierig. Ilaatje, jij bent verkouden, hè? Ja. Ja. Heb je nog ergens anders last van? Een beetje diarree soms. Ik ga je pols voelen. Doe ik op 3 verschillende plekken. Hier, hier en hier. Ook aan de andere kant. En dat is dan voor de meridianen. Dan heb ik 6 plekken. En in de diepte zit de yin-meridiaan. En op de oppervlakte zit de yang-meridiaan van de polsslagader. Hoe de slagader tegen mijn vinger aantikt, dat geeft mij informatie over de 12 meridianen in het lichaam. En dan zit ik hier op het hout. En in de leverenergie, daar voel ik nou een vuurtje zitten. En dat duidt op de ontsteking die er in jouw lichaam is. Hè? De verkoudheid. Ja. En daar ga ik dan op prikken. Dus dan prik ik het vuur uit de lever. En ik zet het immuunsysteem aan om van de verkoudheid af te komen. Ja. Ik ga nu ook weer op 3 plekken voelen. Heb je pijn in je maag? Ja, wel een beetje. Ik zit nu dus op de aarde te voelen. Daar zit de milt en de maagenergie. En ik voel dus op de maag dat je daar een beetje last van zou kunnen hebben. En dan stel ik dus de vraag en dan blijkt dat te kloppen nu. Nou, dan ga ik een behandeling starten. Jij weet wat een Chinees sterrenbeeldje bent, ja. Hè? Wat ben je voor Chinees sterrenbeeld? Een draak. Een draak, ja. In China hebben ze 12 verschillende sterrenbeelden ook. Dan is Elijah's een sterke energie, is kolon in metaal, zoals dat heet. Dat is vanuit de hemelse stammen. Daar hebben we het toen straks over gehad. Dus Elijah is een metaaldraak. En dat betekent dus dat ik nooit in zijn dikke darm energie zal gaan prikken. De andere metaalenergie is de lever in metaal. Dus Elijah vindt het juist fijn om leverpunten geprikt te krijgen. Nou, in dit geval heeft Elijah een infectie. Dat zit in de energie van de lever. Dus ik kies nu uitsluitend voor leverpunten. Nou, dan ga ik het vuurpuntje van de lever prikken. Dat zit hier. Dat is lever 2. En ik ga jouw immuunsysteem aanzetten. Lever 13, dat gaat hier. Jouw kietelplekje, hè? Ja. Nou ben jij, hoe oud ben je nu? 13. Hij is net jarig geweest, hè? Ja. Dus dan moeten de naaldjes 13 minuten blijven zitten. Maar nou ben je ook een grote vent. Gewone naalden of met een inbrenghulsje? Inbrenghulsje. Kindernaaltjes nog, goed. Jij krijgt een kindernaaltje. Dit is de naald met het inbrenghulsje. Hier zit de naald in, dus het houdertje en de naald zit hierin. En dan tik ik hem zo in de voet. Ik geef het plekje op. Dan haal ik hem los. 1, 2, 3. Nou zit hij erin. Dan draai ik hem aan. Zo. Dan gaan we naar het tweede plekje. Mag je even je trui omhoog doen? Dan ga ik even op zoek naar jouw kietelplekje. Dat is altijd een beetje lastig bij kinderen. Dan ga ik op zoek. Ja, hier zit hij.
Kietelt, hè? Hier. Even proberen rustig te houden. Op de top van een zwevende rib. Haal ik hem ook weer los. Zo, 1, 2. Hopsa. Hoeveel minuten moet hij? 13. Heel goed. Het maximum tijd dat de naalden er moeten blijven zitten is 20 minuten. Omdat de energie in loopings door het lichaam gaat. En het duurt 7 minuten per looping. Dus dat is 21 minuten. Dus stelt al 20 of 21 minuten. Alleen bij kinderen gaat dat sneller. En dan hou je ongeveer de leeftijd aan. Dat wil niet zeggen als ze 20 zijn dat het vanaf dan is. Maar eigenlijk telt dat vanaf dat je ziet van hier ligt een man. Maar daar ligt hij nog niet. Hè? Ondertussen voel ik aan de pols en dan voel ik dus nu het vuurtje minder worden. En daarmee gaan de klachten weg. Ik denk dat het wel een hele mooie keerpunt is in jouw leven om dit te doen. Ja. Ja. Want aan de andere kant van de wereld hebben ze heel veel hulp nodig. Maar hier hebben ze ook heel veel hulp nodig. Ja, andere hulp anders, denk ik, ja. Dan symptoombestrijding. Ik heb nu meer het gevoel met helen, met genezen bezig te zijn dan dat ik doe in een, ja, in een ziekenhuis. Natuurlijk, als er geopereerd moet worden, moet er geopereerd, ja, worden. En natuurlijk moet het westerse geneeskunst er nog steeds zijn. Want ze hebben natuurlijk prachtige apparatuur om, ja, van allerhande diagnoses te kunnen stellen. Ja. Waar ik daarna weer met mijn naalden iets mee kan. Ja. Dus ik vind het eigenlijk het meest ideale situatie zou zijn als het naast elkaar zou bestaan. Ja. Acupunctuur in een ziekenhuis. Fantastisch. Ja, dat is natuurlijk in China al. Nou, helaas is dat nog niet zo ver hier in Nederland. Want artsen die houden nogal afstand van wat alternatieve genezers doen. En dan pak ik even de hele groep samen. Want, ja, kijk, het is natuurlijk niet alleen acupunctuur wat alternatief is. En er zijn natuurlijk nog andere prachtige andere vormen van alternatieve geneeswijzen, ja, die ook werken. Maar vanuit mezelf, ik ben een arts. Ja. En ik zou heel graag willen overleggen met een andere arts. Kijk, bijvoorbeeld iemand waarbij een hoop wervels niet goed zitten in een rug. Dan zou het toch prachtig zijn als ik die even, als iemand anders dat even goed kan zetten. Ja. Zodat ik daarna weer verder kan gaan met de acupunctuur. Ja. Of als iemand wervels scheef heeft zitten en heel veel pijn heeft of heel veel spierpijn heeft daarna. Ja. Dan is het toch ook prachtig als die persoon bij mij kan komen. Ja. Dat ik daar iets mee kan met die meridianen die over die spieren lopen. Mm-hmm. Zodat hij daarna weer verder kan gaan. Ja. Ja, is ook. Ik vond het een heel boeiend gesprek, Angelique. En ik vind het ook echt heel bijzonder om te horen wat je allemaal gedaan hebt. Als zo'n jong mens gewoon misschien wel jouw droom achterna bent gegaan. Ja, ik wil jou gewoon bedanken. En ik kom zeker een keer langs om geprikt te worden door jou. Oh, dat vind ik heel leuk. Dankjewel. Alsjeblieft, ik wil jou ook heel graag bedanken. Graag gedaan. Ik heb voor jou een klein cadeautje. Ach, ik heb hier een boek. Ja. En dat heet Acupunctuur in één dag. Dat is geschreven door mijn leraar. Zo. En daarin staat, zeg maar, op een humoristische wijze een beetje in. Wat leuk. Wat de klassieke acupunctuur doet, ja, en alle karakters. Wauw. Het verhaal van de keizer. Nou, geweldig. Dank je wel. Alsjeblieft. Thank you.